Hey mensen van Doomsday, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe Planetcraft aflevering. Vandaag gaan wij de haven afmaken en daar hebben we veel hout en veel steen voor nodig. Dus we gaan ook even hakken en minen. Maar voordat we naar de Planetcraft server gaan, wilde ik eerst heel eventjes hier gaan kijken. Want volgens mij zijn er twee nieuwe crates. En ik ben gewoon heel even benieuwd. Dus zullen we beginnen met deze? 1500 coins. Oh my god! En dat afteldingetje volgens mij is hoeveel we er nog kunnen openen. Hier, zie je nog 4. Oh nee, ik moet wachten. Een Bathless Legendary Blue Sword. Wow. En daar zijn we hoor, in Madagaskar. En zoals jullie zien is de muur al een heel eind op weg. En dat is dankzij Joost Zwart, de invite winnaar van een aantal weken geleden. Die heeft langs heel het eiland al een stenen muur gelegd. En volgens mij ook al vanaf de andere kant van de haven. Moeten we wel even daar kijken. Voor een heel groot deel ook met hout er al op. Dat gaan we heel even checken. Hier, het loopt helemaal door al. Dus ik heb Joost ook een beetje beloofd dat hij is natuurlijk super druk bezig met die muur. Dat wij nog zo'n wachttoren gaan maken aan de andere kant. En dat wij gewoon dit muurtje voor de haven een beetje gaan afmaken. Maar daarvoor hebben we natuurlijk boomstammen nodig. En het hout zelf. En best wel wat steen. Dus we gaan gewoon wel even dat halen. Maar dat doen we niet hier zo in de natuur waar alles nog ongerept is. Nee, dat doen we natuurlijk bij de geplante bomen en onze eigen mijn bij ons huisje. Ik moet zeggen dat ik de andere invite winnaars een stuk minder zie dan Joost. Joost is wel echt volle bak bezig. Wat echt super fijn is. Want Joost zijn huisje is een soort veranderd in deze stenen, in dit stenen fort. En dat is een opslag geworden. Leads? Oh, huh? Zijn dat mijn leads of niet? Geen idee. Ik snoep er even eentje weg, Joost. Kijk, Joost is er gewoon, dames en heren. Druk aan de gang. Want hier staan ook allemaal acaciaboompjes. Dus die kan ik ook gewoon gaan hakken. Laat ik dat als eerst doen. Want dit stukje land is van mij. En jullie zien ook hier zo mijn eigen kleine privéfarmpje. Mijn Madagaskar vlag natuurlijk. En hier zo mijn huisje. Madagaskar nummer 1. En dan heb ik hier zo... Wat spullen. Oh, kijk, hier zijn mijn leads. Oh, sorry. Ja, dan ga ik deze zo terugbrengen voor Joost. En ons eigen kippetje. En een cadeau van Joost. Gefeliciteerd, Kevin. Hier een cadeau. Groetjes, Joost. Sorry voor het inbreken. Dat maakt helemaal niks uit. Ik weet niet hoe je dat hebt gedaan. Want volgens mij zit deze op privé. Kan alleen ik door die deur. Maar het is hem gelukt. Ik ben heel benieuwd. Even kijken. Een steel pickaxe. Dames en heren, ik heb hier achter mijn huisje een eigen mijn. En daarom is dat die steel pickaxe zo handig. Want ik heb hier beneden, was ik al aan het hakken. Kijk, best wel diep ook al. Da-da-da-da. Maar volgens mij had ik hier... Oh nee. Ik dacht dat er hier ores waren die ik niet kon minen. Maar misschien dat Joost het al heeft gedaan voor mij. We hebben voornamelijk hout nodig. Dus laten we daar maar eens mee beginnen. Zo, de boompjes zijn weg. Goed, nou hebben we 53 logs. Dan gaan we ook maar gelijk heel eventjes... laten we gelijk heel even al het acaciahout meenemen... wat ik überhaupt nog in mijn kist had zitten. Ah, één plank. Top. Zo, hebben we weer flink wat eten. Daar kan ik natuurlijk ook nog heel even de diertjes mee voeren. Die zullen ook wel honger hebben. Oranje, paars, rood, grijs... Alles is hier hoor. Heet smakelijk jongens. Eén grote beestenboel hier. Goed, dan brengen we wel even die leash terug. Want die was van Joost. Joost, ik breng even je leash terug. Sorry man. En dan jatten we wel even wat steen. Ik ben even naar de haven, Joost. Dan weet je dat. Een verdwaald schaapje, Joost. Wat vind jij er nou van dat hij is weggelopen? Kijk. Die wordt zo meteen weer lekker opgesloten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoog. Dan wil ik ze op deze plek hebben. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Kut. Oké, en dan wil ik ze nog 2 hoger. Maar ik moet eigenlijk weer heel even naar die andere toren kijken hoe ik dat nou had opgebouwd. Stairs, 2 normale. Planken, stairs, 1 normale. Kijk, want hier hebben we al de stairs. Dus dan willen wij... De toren is wel iets anders, want dit uitstekend dingetje heb je daar ook niet. Maar goed, zo... En dan moet ik eigenlijk even slabs gaan maken. En die slabs die komen dan... Even kijken. Normaal op deze hoogte, denk ik.
Ja, dan heb ik dit bedekt, maar hier moet natuurlijk ook nog overal zo'n slepje bovenop. Ik vind het wel echt een leuk... Ah! Ik vind het wel echt een leuk handelsmuurtje of zo. Gewoon een heel simpel, vrij haventje. Ik ben de hele tijd bang dat er mensen langskomen en me gewoon finaal hard in mijn rug neermappen hier zo. Hier kunnen we het wel mee afmaken, denk ik. Dan moet er natuurlijk in het midden eigenlijk een gaatje komen. En dan moeten we vanaf hier heel even zo een dingetje maken. 22 gaan we het alsnog niet halen. Waarom hebben we nou zo'n open handelshaventje? Wat wij met Madagaskar willen is dat mensen die geen land hebben, die nog nergens bij aangesloten zitten, dus eigenlijk gewoon losse vrije spelers, de kans kunnen krijgen om op Madagaskar een huisje te huren. Dat ze in deze haven veilig zijn om te handelen met iedereen van allerlei landen. We willen een soort zelfstandig landje worden waar mensen dus gewoon van weten, daar kunnen we naartoe om te handelen en om een huisje te huren en te wonen. Dat is eigenlijk wat we met Madagaskar willen. Oh god, ik schrok me dood, maar het is Joost. En trouwens jongens, ik had de vorige keer gezegd dat ik twee invite winners zou uitkiezen. Daar heb ik er nog maar één van gekozen. Dus laten we gewoon deze aflevering gebruiken om nogmaals op te roepen dat mensen die het idee hebben van, nou, ik ben echt wel lekker actief, ik kan echt wel meehelpen met de muur en ik zou het tof vinden om ook een huisje te hebben hier zo en een deel te zijn van Madagaskar. Drop het dan even in de comments en dan kies ik gewoon nog iemand uit, want we hebben nu drie invite winnaars op het eiland wonen en ik zou het wel leuk vinden om er vier te hebben zodat we met z'n vijven zijn. Dan heb je echt even een goede basis, vijf actieve mensen die op Madagaskar wonen. Pardon, er moet nog zoveel gebeuren aan Madagaskar. Kijk, want wat we dan zo meteen hebben is natuurlijk de vrije handelshaven. Dus mensen kunnen hier gewoon komen. Je kan gewoon hier het eiland op via hier zo dat trapje bij het standbeeld. Maar je ziet hier al dat we hier zo'n stukje hebben getrokken. En daar gaan we natuurlijk dan een muur bouwen met een grote poort waar alleen de inwoners doorheen kunnen. Zodat hier dus echt een soort handelsplein komt. En vanaf daar moet je wel door een poort met inwoners. Zodat die wel veilig op een eiland kunnen zitten. Maar dan wordt dit gewoon een soort van vrij gebied waar iedereen kan komen. Want het lijkt me wel zo handig dat deze torens alleen bemand kunnen worden door inwoners van Madagaskar. Dus we doen protect private, protect private. Planten we hier nog heel even de laatste slabs in. Kijk, en dan hebben mensen hier een beetje overzicht over die zee. Of er mensen komen. Mensen kunnen we uitzwaaien die hier zo aankomen varen. Ik help Joost nog heel even met deze 34 slabs. Misschien om het uit te leggen moet ik hier die muur even hoger trekken ook. Zodat Joost snapt wat ik bedoel. Kijk, daar had Joost ook al over zitten nadenken. Ik zeg het net tegen Joost. Van deze, eigenlijk moet dit muurtje wat hoger. Want mensen die anders hier lopen, die kunnen zo hop. Maar goed, dat had Joost al helemaal in de gaten. Dus ik ben weer spuit 11. Misschien dat we deze dan zo kunnen doen. Dat is misschien wel tof. Joost heeft een andere idee over, jongens. Dat hoor ik. Oh, hey, ik wilde dit afmaken, maar Joost is hier al klaar. Ik ga nog wat steen halen. Joost! Oh, shit. Nou, dat stuur ik wel even op Discord. Want wat ik nu wilde zeggen, ik ga het hierbij laten. Ik heb namelijk nog een andere opname. Weerwolven. Dat komt weer terug. Ik ga Joost vragen of hij deze muur zo wil rondtrekken. Rondom dat vierkantje. En hier zo tot aan de toren. Drop dus in de comments als jij die nieuwe actieve inwoner wordt van Madagaskar samen met Joost. Mensen, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende keer. En zoals altijd vanaf hier. Ciao.